Ze hebben een grote webcam op het veld gezet. Iedereen kon de match volgen van thuis. Maar dan zie je heel dat plein. Dat is vervelend. Iemand is met AI beginnen spelen en heeft een systeem getraind dat kon zien waar de bal was. En de camera kon automatisch inzoomen op het stuk waar er gespeeld werd. Super tof, werkte fantastisch goed, tot op deze wedstrijd. Wat is het probleem bij deze wedstrijd? De lijnrechter is kaal. En... ja. En als een AI-systeem getraind wordt om te zoeken naar een rondglimmend object, dan zoekt het naar een rondglimmend object. Er wordt een prachtige aanval opgezet, maar wij blijven even bij Patrick. Ja. Hier ook weer oprukken naar de goal, niets daarvan. Dat is iets wat natuurlijk af en toe nog gebeurt. Af en toe zijn er patronen die wij als mens gemakkelijk uit elkaar houden. Voetballen en kale koppen. En die voor een AI-systeem moeilijk zijn.